Nederland is nooit af. We bouwen continu aan een beter Nederland. Een goede infrastructuur is hierbij van essentieel belang. We staan nu voor de vraag, wat voor een land willen we straks zijn? Wat laten we na aan volgende generaties? Wat zijn veiligheid, doorstroming en duurzame economische groei ons waard? Nederland verandert. Nederland groeit. Veel van onze wegen, spoorlijnen, bruggen, viaducten, sluizen en tunnels zijn aangelegd in de jaren 60, 70 en 80. In die tijd hadden we veel minder verkeer, minder spoorreizigers, kleinere binnenvaartschepen en ook waren vrachtwagens minder zwaar. De druk is nu veel hoger, de slijtage gaat harder. En veel trajecten zijn nu, na 50 jaar, aan hun uiterste houdbaarheidsdatum. De komende 10 jaar zullen veel wegen, bruggen en viaducten gerenoveerd en vervangen moeten worden. Helaas wordt er bij het Rijk, bij provincies en ook bij gemeentes veel te weinig geld hiervoor gereserveerd. Ons land ligt bovendien in een kwetsbare delta. En terwijl de waterspiegel stijgt en het klimaat verandert, doen wij er nog 40 jaar over om onze dijken en waterkeringen aan te passen. Het is juist nu logisch om te investeren in de bereikbaarheid en veiligheid. In Nederland vallen op dit moment 2 doden en 50 gewonden per dag in het verkeer. Ook het bedrijfsleven leidt elk jaar vele honderden miljoenen schade door files. Over veiligheid en doorstroming zijn inmiddels veel rapporten gepubliceerd. Maar het is nu tijd voor meer daadkracht. Willen we meer banen, meer veiligheid en meer perspectief voor volgende generaties, dan moet onze economie dus kunnen groeien. Daar is ruimte voor nodig. Op het water, op het spoor en op de weg. Een goede infrastructuur is onze beste investering in economische groei. Alleen zo verdienen we als land onze boterham. Bouwend Nederland wil daarom een stabiel budget voor de komende jaren. Bij gemeenten, provincies en het Rijk. En dan aanpakken. Daarvoor staan de vakmensen van onze infrasector. De vakmensen van Bouwend Nederland.